Jawel, ik zei het vorige item al. Baldur's Gate 3 houdt onze hele redactie in een greep. En Daan en ik hebben er al nachten over gedroomd. Als ik soort van in een soort van, weet je, zo'n slumber-achtig dingetje is, dan praat ik in dialogue options. Ja, dus ja, ja. Die game is zo fucking... En dan word je fucking... wakker en dan heb je ineens een appje van mij. Hey, heb je dit zwaar al? Ja, nee, dat is een goede voor de Bart en wat dan ook. Ja, nee, die heb ik dan weer nog niet. Want jij bent natuurlijk een tientallen uren verder nog dan ik. In de save game die we hier hebben geladen niet. Die zit ik op 20. Nou ja, 20 uurtjes. Ja, precies. Wat we namelijk vorige keer hebben gedaan, als je het item deel 1 hebt gemist, gingen we een character maken waar je op moet letten voordat je begint. En nu gaan we denk ik verder met waar je op moet letten wanneer je begint. Ja, behalve dat je dan wanneer je begint inmiddels ook al level 5 is hier bij mij. Dus ja. je mist de intro van de game. En ik wilde wel vooral ook laten zien wat hoe het je werkt. Kan na een paar levels. En als je gaat levelen. Überhaupt gewoon hoe het werkt. En dat is eigenlijk altijd leuker, want ik wil een kleine schouderklop aan onszelf geven dat we een keer niet de tutorial spelen. Maar dat is normaal altijd. We zitten hier gewoon. Er zitten zoveel uurtjes, uur erin dat we kunnen kiezen. 5 leveltjes in de game, inderdaad. En nu kunnen we een beetje laten zien hoe het werkt. Dus terwijl we daadwerkelijk opties hebben. Kijk, dus, het ding is, ik heb dit stukje specifiek uitgekozen. Ik ben hier even ingelopen vanuit een oude save. Ik heb dit stukje specifiek uitgekozen omdat dit een punt is waar iedereen in principe langskomt. En het spijt me dus in dat geval als je iets gaat zien. Ja, dit is dat nog niet. Dit is nog niet spoiler heavy territory wat je hier niet ziet. Per se. Nee, iedereen gaat dit tegenkomen. Dus er gaan ook niet heel veel andere dingen uitrollen. Maar ja, je ontkomt er niet aan dat je dan... Nee, want je wil ook niet het begin namelijk van deze game, omdat je daar heel erg de premissen zet van wat er gaat gebeuren en wat dan ook. Dus dit is een beetje, dit voelt als een mooi moment, een neutraal moment. Voor zover er neutrale momenten zijn. Ja, fair. Dus het is niet dat we spoilers gaan opzoeken natuurlijk of wat dan ook. Maar ja, er komen dialogues voorbij. Ik skip zoveel mogelijk waarvan ik denk dat het wel precies, een beetje dus proberen zoveel mogelijk te vermijden. Maar het is niet mogelijk om niks te laten zien en alleen maar gameplay. We kunnen ook de redactie vragen of de regie om inderdaad die cutscene zoveel mogelijk uit te schakelen. Dat je ja, tenzij ik een vraag. Want het ding is een beetje, ik wil vandaag een paar dingetjes laten zien. Ik wil één laten zien van, oké, wat gebeurt er allemaal op je UI? Je hebt gewoon bier, god, van wat een goed idee. Ik heb gewoon bier gepakt. Wat gebeurt er op je UI? Wat gebeurt er als je levelt? Ja. Wat zijn de dingen die je tegenkomt in conversatie? In nou, überhaupt, conversatie, exploration en combat kunnen we natuurlijk nu even laten zien. Ja, en in de hoop dat we wel op een stukje zijn, want dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen, dat we precies die drie dingen tegenkomen. Ja, exploration ben je nu al mee bezig. Er staat iemand om het hoekje daar. Nou ja, hier staat iemand om het hoekje en die wil graag met mij praten. Die verkoopt ook wel wat leuks spullen, moet ik zeggen. Dat bedoel maar, ik. We staan hier een merchant. Dus toevallig komen we in deze wereld nu een merchant komen. Voordat ik daarheen ga, laat me eerst even levelen. Want ik heb mijn character even gereset. Ik heb hem gerespect in die zin. Geunspect. Waardoor nu hier dat pijltje staat. Als je level up gaat, moet je ook even daarop klikken. Zodat je in het scherm komt van... Hey, je gaat een level omhoog. Ik heb hem even gauw gerespect naar Paladin. Moet ik wel zeggen. Want dit is jouw character. Je copper Dragonborn. Ja, zeker. Maar wat je dus ziet, oké, je gaat van je bent normaal een druid. Een druid. Ja, ik zou die zo meteen nog even gauw kunnen respecken, zodat je ook meteen ziet hoe dat werkt. Als we daar tijd voor hebben, want ik wil het wel onder een uurtje houden. Een paladin van level 1 naar level 2 mag hij een fighting style kiezen. In dit geval, ik ben wel iemand die... Nou ja, zijn wij iemand met een mokerharde two-handed wapen? In dit geval denk ik dat we... We moeten even ons zien als een soort van vervangkordoel op dit moment. Ja, op die manier. Ja, dan zou ik zeggen great weapon inderdaad. Ja. Want als je bijvoorbeeld gaat voor dueling, dan ga je dus voor een eenhandig zwaard in de één hand. Ja. En niks in de andere qua wapen. Ja, precies. Dat is mijn bard bijvoorbeeld. Thuis heb ik mijn bard, heb ik een soort van sword dueling bard van gemaakt. En defense is in dit geval dus een hoge armor class. Hogere. En protection, wat is protection? Protection. Een spel krijg je daarvoor als reaction. Nee, het is een passive feature. Dus dat wil zeggen, als jij binnen 1,5 meter van een vriend bent en die wordt aangevallen, dan kan jij de attacker disadvantage geven. Dat wil zeggen dat diegene achter de schermen
2 keer D20 rolt. Ja. En dat de laagste van de twee daar wordt uitgekozen. Wat eigenlijk inhoudt dat je de kans dat een enemy jou raakt in deze specifieke situatie veel kleiner is. Ja, jij zei dat al, volgens mij vorige item, en dat is misschien inderdaad wel een goed punt. Het is heel relaxed. Het is niet cruciaal, maar het is wel heel favorable om jezelf of jouw party members zoveel mogelijk advantage te geven. Dat ga je straks in comment ook zien. Precies. 2 keer zo snel lukt. En andere enemies disadvantage, zodat het 2 keer zo moeilijk is. Statistisch gezien, min of meer. Ja. Weet je, want als je van de 2 dobbelstenen de laagste moet kiezen, dan is dat veel kutter dan wanneer je gewoon 1 keer gewoon moet kaal rolt. Ja. En 2 keer gooien en de hoogste mogen kiezen, dat is weer veel chiller dan dat je 1 keer moet rollen. Ja. En helemaal ten opzichte van met disadvantage. Maar in dit geval gaan we om Cordu proberen. Zullen we gewoon een beuker? Ja, want we hebben net geprobeerd in te loggen. Dat gaat natuurlijk niet altijd smooth bij ons. Dus we probeerden met Koos in te loggen, maar dat lukte niet. Of wat dan ook toestep, ik weet het niet. Dus we hebben nu jouw character gerespect naar Koos zijn class. Ja, en dan gaan we gewoon voor Great Weapon. Ja. Dus wat het vaak het geval is bij Great Weapons. Ja, je mag een 1d12 of een 1d10 of 2d6. Dat hangt maar net van het wapen af. Het staat bij het wapen als je dat oppakt. Of als je dat in je inventory checkt. Maar als je dus een 1 of een 2 rolt, mag je dat rerollen. Ja, en in dit geval is dat een soort van mini-advantage. Het is een groot voordeel. Als ik het even naar het echt vertaal, D&D, dan heb je wel eens momenten helemaal... Mensen, ga voor de mal. Want de mal mag je 2 keer een D6 rollen. Dan is dus de kans groot dat je een 1 of 2 mag rollen. Of dat je een 1 of 2 rolt. Maar dan is dus ook de kans groot dat je een 1 of 2 mag rerollen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld een 1 en een 6 rol. Ja. Op de damage van de mal. Ja. Dan mag waarom dat specifieke wapen? Nou ja, omdat je daar 2 keer een D6 in plaats van 1 keer een D12. Op het moment dat ik een D12... Maar er zijn meerdere wapens die 2 keer D6 rollen. Nee, alleen die mal volgens mij. Maar we gaan dit nu even... Ik zal straks kijken of mijn theorie klopt. Ja. Het klopt in principe. Want alles wat ik zeg klopt gewoon natuurlijk. Meestal wel, ja. We krijgen wat nieuwe dingen erbij elke keer. Je kan spells preparen. Dat hebben we de vorige keer uitgelegd. Preparen houdt in, je kent ze, maar je kan ze niet. Ja. Of eigenlijk... Vandaag even vergeten. Vandaag moet je ze even vergeten. Ja. Tenzij je ze buiten combat, kan je ze er weer bij pakken. Dan kan ik gewoon zeggen van de compel duel, die wil ik weg. En ik pik daar de Protection of Evil and Good, of Bless. Bless. Behalve dat iemand anders die al heeft. Ja, Bless. Dan doe maar Searing Smite, ik zeg maar wat. De Paladin is veel van damage doen, zeker met smites. Ja. Goeie tip. Level 4 en level 8, en volgens mij ook level 12, gewoon om de 4 levels, is het level waar je eventueel, als je zou willen, een feat mag kiezen. Op dat moment zeg jij van, hey, ik ga een van die hele mooie dingen in de lijst kiezen. Wij zijn nu, dat is bijvoorbeeld voor ons een goeie. Wij zijn al voor die Great Weapon Master vechtstijl gegaan. Wat we hebben net gezegd, daarvoor willen we. Dat is een beetje onze preferred stijl. Great Weapon Master, de feat, is daar een hele sikke bij. Waarbij je eigenlijk zegt, ik zorg dat ik... Ik mag 10 damage optellen bij de damage die ik al doe. Ja. Behalve dat op een attack roll... Gaat er dan 5 vanaf. Oftewel, je maakt het jezelf lastiger om iemand te raken. Ja. Als je iemand raakt. Dus nogmaals, dat je een attack doet in D&D en dus ook in Baldur's Gate, gebeuren er eigenlijk 2 dingen. Je rolt eerst voor het feit of je raakt. Ja. En dat is inderdaad je attack roll. Je attack roll en de damage roll. Die gaat tot 1 tot 20. Ja. En dan is als de action points, of sorry, de armor class van je tegenstander 16 is, dan moet je 16 rollen. Ja. Gebeurt op de achtergrond, als je dat dus advantage hebt, mag je 2 keer rollen om te kijken of je die 16 kan halen. Okay, ik zal straks laten zien ook een beetje van wat zijn de plusjes en minnetjes op het moment dat ik die aanval doe. Maar als ik voor de Great Weapon Master ga, dan gaat er in ieder geval 5 van af. Ja, dat is voor mij een full-on no-go. Want ik raak liever wat minder dan dat ik... Behalve dat als je dus je andere bonussen dusdanig goed op orde hebt... Dan valt die 5 valt een beetje weg te gummen ten opzichte van de bonussen die je wel hebt. Ja, maar en je kan hem ook via andere wegen natuurlijk weer spekken. Dat je met bijvoorbeeld advantage... Nou, als jij bijvoorbeeld gewoon gaat voor een kale ability improvement... Ja. Dat wil zeggen, ik wil geen feat, dus ik wil geen soort van... Leuke extraatje, geen spijsje. Dan ga je gewoon voor ability improvement. Nou, we hebben vorige keer uitgelegd, op even getallen krijg je een plusje erbij. Dus in dit geval zou dan 18 en deze 14... Want dan gaat mijn constitution van plus 1 gaat naar plus 2. Dat zie je hier ook al. Je ziet het hier. Plus 2 te constitution checks. Als ik nu deze nog op 13 zou hebben,
Zie je, dan staat hier plus 1. Mm-hmm. Hetzelfde voor deze, die gaat dan van plus 3 naar plus 4. Ja, in dit geval zou ik eigenlijk zeggen, oké, okay, ik ga eerst voor mijn ability omhoog. Ja. Want dan heb ik dat plus 4'tje. En dan de volgende keer dat ik dat mag doen, nou, ga ik voor die Heavy Weapon Master. Want hier, dan kan hier ik die min 5 helemaal leiden. Afgezien van de boekjes hier en daar, heb ik het meeste tijd gestoken in het lezen van al deze feats. Mm-hmm. Want, en ook voorstellen wat dat eventueel voor je character zou kunnen doen. Want het is grappig dat je zegt, een Great Weapon Mastery in dit geval werkt goed samen met de Great Weapon feat. Die we, of, sorry, niet feat, maar wat is het? Ja, de fighting style die we net hebben gekozen. Ja. Die werken goed samen. Ik heb namelijk ook, ben ik heel vaak tegengekomen, dat ik denk van, oh crap, dit is precies dubbel al wat ik heb. Ja. Dus dan denk je van, oh, Great Weapon Master, dat is misschien wel heel goed bij mijn Great Weapon. En dan is dat niet zo, want je bent al bijvoorbeeld proficient in een Great Weapon. In en dan geval kies je van, iets wat eigenlijk dubbel op is. Als dat deze zou zijn, heavily armored, wat in dit geval volgens mij wat hij nog niet heeft, dan gain je armor proficiency. Maar hij zet zelf al slotjes erbij van wat je niet kan hebben of wat je al eigenlijk al hebt. Dus in dat opzicht scheelt dat. Oké, okay. In dit geval 1 bij mij is het al een stuk meer. Maar ik vond het lijkt meer dat het lijkt mij er altijd meer op dat het inderdaad iets is wat je gewoon niet kan, omdat je dat gewoon niet binnen je klas valt of wat dan ook, dan dat het iets is wat je al hebt. Want ik vind heel vaak dat ik denk van, oh, maar dit is eigenlijk heel dubbel op met ja, wat ik al heb. Ik weet niet of je bijvoorbeeld als een wizard heavy armor master mag kiezen. Mag kiezen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Het is in ieder geval, deze zijn afgestreept niet te kiezen als je niet al proficiency hebt. Dan moet je eerst heavily armored en dan pas mag je heavy armor master kiezen. Dus het kan zijn dat jouw deze bijvoorbeeld dit nog niet heeft. Hij is nog niet heavy armor. Mastery heeft hij nog niet. Wat gek is voor een paal. Dus dat zou wel moeten, denk ik. Daarom. Dus ik zou hem dat geven. Ik durf dat niet nu al. Als je dan ook nog eens. Want je hebt namelijk ook combo's. Dus dat je niet twee van deze feats. Of eigenlijk van je abilities kiest. Maar bijvoorbeeld inderdaad van strength gaat omhoog. En één feat. Één perk. Maar één dingetje. Ik aan de andere kant. In dit specifieke geval. Als vervangcore doe. Ja? Is het wel leuk als de kans ook best wel groot is dat hij mist. Want dat was wel echt een van coaches. Ja? Nou, wat vet. Ja, nee, dat is wel waar. Doe dan die Great Weapon Master inderdaad. Hij krijgt ook nog eens. Dat zat er ook nog eens bij. Ik krijg ook nog eens een bonus attack op het moment dat hij iemand killt met zijn actie. Ook, okay, dat dus dan is mag je nog een aanval doen. Want dat is inderdaad namelijk ook een ding. Ik kan je ook vertellen, hoe meer aanvallen je per ronde kan doen, hoe fijner de combat voelt. Want je hebt ook heel veel die gewoon één keer doen en that's it. Nou, geloof mij, een fighter en een barbarian. Ik had barbarian, het vorige gezegd, als de wat makkelijke klas is om te begrijpen. Als je eenmaal boven level 5 bent, op level 5 krijg je met de fighter en de barbarian extra attack per actie. Ja. Dan wordt het huis helemaal houden. Als je bij de fighter dan ook nog eens je action surge gebruikt, dat je eigenlijk je ronde opnieuw mag doen. Dus dan mag je nog een keer twee aanvallen doen. Ja. Heb je al 4 aanvallen. Mag je wel maar één keer doen per te klein tukkie. Ja, dat wel. Maar dus 4 aanvallen in 1 ronde, helemaal als je deze Great Weapon Master hebt en ze alle 4 raakt, dan doe je dus gewoon 100 damage in een ronde. Gemiddeld. Ik zou kunnen, ja. En zo loop je te huishouden. Dat loopt te huishouden. Ja, en dan hoef je maar, als je maar één iemand bij je hebt die een beetje een soort van. Weet je wat het ding is? Ik mis iets, Daan, bedenk ik me nu. Ik mis dat er makkelijk aangegeven staat dat het een area of effect is. Het zijn soort van, weet je, sommige zijn beams, sommige zijn blobs. En je ziet het wel als je het aanklikt aan de manier waarop het zich uit ongeveer. Maar er staat geen sfeer, cone, line. Soms, heel af en toe, maar meestal niet. Ik zou zeggen, ik zou willen gewoon, dit is een area of effect. Ja. Dit bombardeer je ergens neer en dan gebeurt er iets in de gebied. Ja. Dat is iets dat ik mis. Maar anyways, ik denk dat we hier... We gaan gewoon lekker voor de Great Weapon Master. Ja. We gaan door, want we zijn level 5. Dus we kunnen op dit moment even goud dat level 5 boosten. Ja, er zijn gewoon wat dingen bijgekomen. En die ga ik niet te veel mee klooien op dit moment. Is ook niet zo heel. Want kan je dit respecken als paal elke morgen? Elke keer als je wakker wordt? Ja. De knowns. Zeg ik goed? Nee, de known spells is de totale lijst. Prepared spells is de lijst die je meeneemt. Ja. En dat kan. Maar dat is meeneemt als je naar je kamp gaat. Dan kan je dat. Je kan het doen. Ik kan nu zeggen: accepteer. En je kan het nu al anders doen. En dan kan ik nu zeggen: van hey, ik ga naar mijn inventory. Ik kijk bij mijn spelboek. En daar kan ik al zeggen: een van de class actions zijn de acties die al in je klas zitten. Dus dat ga je niet aan kunnen passen. Maar dit zijn de spells die ik meeneem. Dit zijn de spells die ik meeneem. Ja. Ik wil protection van poison wil ik weg. En ik wil... Een leveltje 2, want het zijn alleen maar level 1 spells. Less restoration. Ja.
Ja, het, wanneer je eenmaal toegang hebt tot level 2 spels, ga je die ook meer meenemen dan level 1 spels. Ik wou net zeggen, die zijn toch wat meer helpvol. Het leuke is ook dat, ook al heb je er heel veel, ga gewoon een keer een battletje doen met de ene. En dan proberen. Even proberen, totdat dat je iets wat je leuk vindt. Ja. Kijk, en ik zal nu even gauw kijken naar ons wapen wat we hebben. Hey, die heb ik ook. Een handaxe plus 1. Oh nee, ik heb een veel lijpere. Nee, kijk, ik heb hier een speer. Ik heb de dragon nog iets. Maar wij willen natuurlijk, want dit is een one-handed weapon. Je kan hem, deze is overigens versatile. Dan kan je hem dus ook als twee-handed gebruiken. En je kan hem gooien. Maar ik zag dat iemand een very heavy great axe draagt. Waardoor ik dus wel mijn eigenlijk schild moet opofferen. Eigenlijk, hij heeft een longsword, hè? Ik moet mijn schild opofferen. Cordo heeft een longsword. Ik heb geen greatsword hier bij me op dit moment. In je, dus inventory, in je camp inventory? Nee, ja, ik heb nog steeds het dode goblin kind. Dat wel. Ja, die zit er wel bij. Maar verder, je hebt geen long of great sword in je inventory in je kamp. Ik heb daar deze, natuurlijk allemaal special weapons naartoe. Ik heb deze save game geladen gewoon willekeurig. Ja, ja, niet ja, ja, niet ja. specifiek okay. uitgezocht. Niet goed afgesteld op elkaar. Dit is nog een soort van pre-optimalisatie. Dus dat zit er dan ook niet per se in op dit moment. Nou, we hebben dus nu een paladin, een cleric. Okay, het is ook niet de normale party composition waar ik voor zou nee, gaan. Nee, maar die lijken op elkaar. So be it. Maar ik had meer zoiets van, oké, een paladin omdat Cordu dat is. We hebben hier een spellcaster. We hebben hier een rogue. En we hebben hier een fighter, dus met een melee class. En die rogue die vond ik nog wel dusdanig speciaal om uit te leggen. Dat ik die er ook even bij wil hebben. Ja, die zal lijpen. Altijd, ik mis hem altijd als ik weg ben. Ik heb gisteren voor het eerst de Warlock meegenomen. Mm-hmm. Nou, daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee? Ik snap niet wat je daarmee kan doen. Een Warlock thrived op een goede Eldritch Blast. Helaas. Een goede? Dat is altijd maar, weet ik veel, 1 tot en met 10 damage of ja, maar zo. Twee, dat is ja, niks. 2 keer 1 tot en met 10, omdat je 2 blast doet op level 5. Ja, oké, op level 5 dan pas. Op level, maar ik ben ik pas net geworden, dus... Ja, nee, ik kan er echt helemaal niks mee. We gaan even met deze dame praten en kijken of er een dialoogoptie komt waar wij... Iets moeten rollen. Oh, you are a sweet, sweet. Is dit van de Fist? Deze dame vraagt ons... dit is een koopvrouw. Koopman, wou ik zeggen. Maar. Een koopvrouw. En zij is op zoek naar iets... ja, ze is op zoek naar een ei. Dat is niet een heel groot geheim. Ze is op zoek naar een ei en jij mag kiezen van... Nee, ga ik dat voor je doen of niet? Ja. Ligt eventueel veel goud voor je in het verschiet? Als je dat zeg jij of dat zegt zij? Nou, dat zegt zij. Okay. Ik weet dat niet. Nee, precies. Want het ding is, dat ook dat soort dingen kom je vaak pas later in de game achter. Ja. Ho. Hey, no. Joh, wat gebeurt er nou? Sterker nog, niet eens de game... De hele fucking computer. Joh, what the fuck? We hebben gewoon een klein... ja, dat is. Dat moeten we even opnieuw doen, want het is geen goede reclame. BSOD. Ja. Je hoeft hem niet uit te zetten, hoor. Kanker, dan moeten we dit nog gaan fucking editen. Komt hij op YouTube of is het premium? Premium. Ik kan hem wel mee naar huis nemen, zo. Even gauw dat stukje ertussen uitknippen. Maar we zijn nog wel een tijdje bezig met een paklijst en met testen, hoor. Wat, hoe dan? Een fucking... kankerlaptop. Hoor. Ja, het kutte met laptops is sowieso dat je niet gewoon één scherm hebt waar je naartoe stuurt. Je moet natuurlijk gedupliceerd spelen op dit moment. Ah, dat zal het zijn, inderdaad. Dat is altijd vervelend. Ja. Verstorten. Dan beginnen we even op totaal en dan zeggen we gewoon, oké, maar goed, we gaan nu eens kijken hoe dat zit met... Bij de dialogue, ja, als we daar komen nu. Want ik weet natuurlijk niet waar we nu zijn geëindigd. Dat is goed. Ik heb wel opgeslagen voordat ik heen ging, dus... Voordat je de dialogue dus ik moet alleen die respec even gauw klik, dat is niks. Wat is dit? Een update? Of had je een bluescreen? Ja, bluescreen. Maar het is updates. Wajo, hey. Wajo, hey. Hoe lang is dat? Hoe lang duurde dat over, denk je?
respecken en zo? Een minuut. Ik weet wat ik gedaan heb, dus het is gewoon klik, 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 zonder uitleg. Ja, en waar had je hem gesaved? Ja, wel op mijn ding. Oh, daar zijn niks aan. Ja, snap ik, maar ik bedoel net voor de dialogue. Vet. Bij de Zeeburg tunnel. Net. Die rijden gewoon over snel. Pipe? Does it come in black? Does it come in black? Ja, dit duurt me te lang, joh. Ach, godverdomme. Het is kut dat er niet een vervanging uit hem al stond. Ze hadden dit lekker gewoon daar gedaan. Fuck it. Ja. Ja, we hadden maandag al geskipt natuurlijk, hè. Ja. Welke tweede camera hebben we dan nu mee, hè? Oh, wacht. Kan nog we hebben HDMI, toch? Of niet? Ja, die heeft HDMI. En die heeft SDI. Dat hebben we natuurlijk wel al bedacht. Oh, dat was het ding. Dat we de converter, dan hebben we niet een SDI van de computer. Dus dan moet de computer NDI'en. Dus de gameplay. Ja. We hadden natuurlijk bedacht dat die eventueel via de SDI-converter naar de regiebak kon. Maar dat is dus nu, nou ja, een van de twee in principe nodige NDI-streams. Play. Maar is het dan ook zo dat we geen HDMI-poorten over hebben per se? Jawel, maar... Die laptop. Hoe bedoel je? Laptop zal dan ge-NDI'd worden. Wat zo eigenlijk sowieso chiller is. En de game PC. Want dan hoef je dus sowieso niet twee keer te renderen. Maar. Nee, precies. Daarvoor heb ik splitters gekocht. Ja, okay. Maar die splitters hebben nu geen zin, want ik kan hem niet splitten naar NDI. Ik kan hem niet converten naar NDI. Maar dan neem je toch die bird ook gewoon mee? Ik heb dat nog nooit aan de praat gekregen. Ik weet ook niet, dat is ook een NDI-ding, toch? Mm-hmm. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ding zelf NDI heeft. Zo'n... Ik durf het ook niet zeker uit te zeggen. Heel irritant, naargeestig geluidje is dat. Ja, ik moet toch wel zeggen dat er een klein... Wat? Ja, of ik moet even... Ja, volgens mij is het alleen kamp uit en even respect. Maar hij heeft geautosaved op het kamp. Ik dacht dat ik de manual save daar had gedaan. Nou, dan hoef je alleen maar te wisselen en te resetten. Ik moest wel even Will have a party, want hij heeft een visuele update. Die niet... die een beetje polary is. Oh, die ding is, ja. Oké, die heb je dus ook al. Ja. Oké, gelukkig. Ik heb hem een helmpje gegeven. Ja, ik heb dus die in per ongeluk laten branden. Welke in? De heb ik denk nog niet gezien. Jawel. Jawel, op een gegeven moment zo'n heel ding wat in de fik staat. Oh, die, er zat een in. Ja. Daar, ik heb iedereen gered daar, hoor. Ja, ik dus niet. Nee. Ik kwam ze niet tegen. En toen op een gegeven moment deed ik een deur open, geheel boel in de hands. Ja, precies. Ja. Maar dan moet je turn-based ingaan. En dan kan je ze net aan soort van naar buiten rennen en van het balkon springen. Maar heb ik in ieder geval gedaan. Heb jij dat expres gedaan? Was dat omdat je dat zag, dat je wist dat je... Ik hoorde Asterion zeggen, hey, de deur is warm. En zonder dat ik erover nadenk, doe ik hem open. Asterion vliegt naar de begaande grond. En toen heb ik... De andere characters stonden ietsje verder. En de brand die bruit dan uit, zeg maar. Ja, ja. Maar dan kan je dus als je turn-based mode gaat... kan je ze nog net naar... Of die ene die daar ligt... onder een berg naar buiten brengen. En dan staat er iemand op een plek waar het niet gaat branden. Dus die kan je sowieso to safety brengen. En ik had Raise Water gelukkig mee. Dus ik heb het ook gesloten door Gale. Constitution had je, ja. Ja. Nee, ik heb bij haar had ik dexterity. Oh, ook irritant. Moet je dit voor iedereen doen? Nee, alleen voor haar. Sta je nog aan, Jasper? Cool. Dan beginnen we zo even op het totaaltje. Gewoon ons fullscreen totaal. En dan beginnen we eventjes van, we staan voor de vendor. Dat idee.
Ja, precies. We gaan nu... nou, laten we nu dan eindelijk de conversatie beginnen. Ja. Zo zien dat hij weer crasht op hetzelfde moment. In dat geval, dan fuck het item van morgen. Je bent dus hier nog niet geweest, of wel? Bij de monastery? Bij de... In de Mountain Pass? Nee, ik ga nu get Yankee Crash en dan naar de Mountain Pass. Ja, als je dus niet via die Mountain Pass gaat, als je dus via die het ondergrondse gebied gaat, ja. Dan sla je dat dus eventueel over. Dus, maar het is wel wat vet. Wat sla je over? Dit hele stuk. Ja, nee, ik heb sowieso meer, ik vind die dungeon shit vet, maar ik zit nog even meer in bosjes nu op dit moment. Bosjes zijn altijd vet. Ja, daarom. Dus ik ga eerst denk ik bovenlangs en dan loop ik misschien backend wel even terug via de underdog of zo. Dat heb ik dus ook gedaan, ja. Maar dan andersom. Oké. Okay. Ik begon dus... Ah, dit is ook naar de crash moet je nog. Is de crash... Ja, de crash is hier. Oké. Okay. Ergens. Misschien is de monastery wel de crash. Oké. Okay. Nou, zullen we hem maar hier op pikken? Ja. Nou, ietsje verder stond je. Nog ietsje. Ja, we stond echt voor haar neus. Hè? Ja, zo, inderdaad. En dan nu nog even totaal. Staat hij op totaal? Yes, je kunt hem gewoon doorpakken van dit. Ja, dat doe je. Waar we ook alweer? Ja, we zaten in een ding, maar ja, we kunnen nu gewoon... Ik zeg al gewoon, maar goed. Ja. Maar goed, nu is het dan tijd om een conversatie in te gaan. Dat doen we met Lady Esther. Zij staat hier wel heel leuk. Zij wil natuurlijk iets van mij. Ik ben hier al geweest en nogmaals, ik probeer spoilers te vermijden. Maar dit is een dingetje wat iedereen tegenkomt. Ja, dan is het misschien juist ook wel een spoiler. Kijk, het is meer een soort van, er gebeurt zo fucking veel in die game. Er zit zoveel cutscenes en dialogue en wat dan ook in. Hoeveel was het ook weer? Hoeveel 300 of... 400 nog wat uur? Ja, of 370 of 170 uur. 170 uur, 150 plus uur. En dus hier, in dit item ga je misschien 30 minuten... Niet eens aan dat soort dialogue zien. Dat is dus een druppel op een gloeiende plaat. Dus het is niet zo'n spoiler. Een gesprekje, ja, het spijt. Het is één gesprekje van de duizenden die je in de game voert. En dit is dan één. En dan misschien krijg je er straks nog twee of drie. Maar dat is het een beetje. Dat kunnen we niet zonder. Ik zal de meeste dingen wel even doorklikken. Ja, je kan doorklikken. Ja. Ja, het ding is, zij wilt één van die eieren. Wat voor eieren? Een Githy Yankee ei. Githy Yankees komen uit Githy. Eieren. Githy. Gith. Gith, ja. G-I-T-H. Ik ben een Githy Yankee inderdaad. Githy Yankee. Dan ben ik dus Daddy meteen Yankee. Heel benieuwd hoe jouw personage dit gesprek voert. Ja. Ja. Want dan heb je dus automatisch Githy Yankee dialogue opties. Ja, klopt. Ja. Die zei trouwens ook, want Lezelle is ook een... Klik. Kijk. Hier staat iets leuks. Hier hebben bijvoorbeeld een paladin optie. Ja. Dus normaal, de bovenste drie zijn normaal en het gaat meestal van positief naar negatief naar beneden. Ja. En in dit geval hebben we ongeveer, niet altijd, maar in dit geval staat er dus een paladin option. En bij mij zou er als Githy Yankee bijvoorbeeld Githy Yankee staan. Ja, en dus wat wel meteen benoemenswaardig is, hier staat niet een rol bij. Er staat erbij als je moet rollen. Nu staat er gewoon paladin, ja. Een beetje fueled by the oath they swore to uphold justice and righteousness. Most paladin are a beacon of hope in dark times. Er staat niet bij... een rol. En bij die rol staat ook al meteen in zo'n klein schermpje van wat je bonussen en wat je minpunten zijn. Ja. Nou, skippy. Leuk. Dit is dus een antwoord dat alleen een paladin kon geven. En dan krijg je meestal een regel of 3-4 die daarop reageren. Ja. En vanaf daar weer het verhaaltje dat eigenlijk iedereen, welk antwoord je ook kiest, doet. Hier komen we dan daadwerkelijk bij een dialoogoptie waarbij er wel gerold wordt op de voorgrond. Dat zie je al meteen. Persuasion, een van de skills.
Fine, but I want payment up front. Dat is bij, overigens bij heel veel mensen waar je een beetje geld vandaan kan krijgen. Een optie van, hey, ik wil dat je van tevoren betaalt. Of hey, wat levert mij op? Hey, mag ik gratis spullen van je hebben? Levert niet altijd wat op, maar goed. Soms namelijk geven ze je in het begin iets, weet ik veel, de 200 goud. En dan als je het niet had gevraagd, hadden ze aan het eind een lijp zwaard gegeven. Dus je weet het nooit in de game. Er staat bij plus 2 from charisma. Dat komt omdat wij 15 op charisma hebben op dit moment. Het liefst willen wij die dus naar 16, zodat dat plus 3 wordt. En plus 3 from persuasion proficiency. Oftewel, wij hebben dit aangevinkt als wij willen proficient zijn in persuasion. Ja. Dan krijg je dus deze plus 3. Op level 5 is dat plus 3. Onder level 5 is dat nog plus 2. Maar dat, ook dat schaalt mee omhoog. Dus op een gegeven moment als je level 12 bent, het hoogste in de game, en je bent ergens proficient in, en je hebt je ability points op dat moment ook al hoog. Dus misschien voor, wel 20. Stel je voor, ik heb 20 in charisma op dat moment. Ja. En ik heb persuasion proficiency. Ja, dan heb ik echt een moker. Dan heb ik al plus 5 charisma. En waarschijnlijk ook plus 5 persuasion. Ik ben, volgens mij is mijn charisma met mijn bard nu 18. En ik heb goede dingen. Ik rol. Alleen als ik natuurlijk een critical failure 1, dan mag je het niet eens meer, mag je niks meer erbij optellen. Nee. Dat is gewoon stuk. Is je keer stuk. Dan. Ja. Maar als ik een 2 rol, ik denk dat ik al automatisch altijd al boven de 13 of 14 uitkom. Ja. Zeg maar. Als je kijkt naar de rogue, we gaan straks kijken of er ergens een kist is die we kunnen looten. Maar dan kom je al gemiddeld op de plus 11 uit. Dan moet je wel heel laag rollen. Om... Ja, qua slide of hand inderdaad, ja, is dat precies. Dan. Dus een andere skill. Maar goed, laten we kijken wat we hieruit halen. Ja, kijk, dit is het hier zien we de bonussen waar we het net over hadden. Dan heb je ook vaak nog deze, de add bonus. Vergeet die niet. Omdat wij... is gratis. Daarom, omdat wij een cleric bij ons hebben die guidance heeft. We hebben het vorige keer over gehad. Guidance, een hele belangrijke cantrip. Dan mag je dus 1d4 bonus. 1d4, ja. Oftewel, er wordt op de voorgrond, achtergrond, wordt er een dobbelsteen gerold. Mijn, maar nog eens 4. Mijn bard bijvoorbeeld heeft hier 2 andere opties nog bij die je vaak ook mag stacken. Eentje is bijvoorbeeld Friends, waarop je gewoon iemand charmt. Kijk even, de difficulty class 21 is mokertje hoog. Die ga je waarschijnlijk inderdaad in dit geval, dat is echt heel hoog, dit ga je niet redden. Dat, de meeste liggen tussen de 10 en de 14 of zo. Maar we gaan het zien, we gaan rollen en we kijken wat eruit komt. Dames en heren, een 1! Cordu is back, baby! Ja, het is wel echt een heel Cordu, hè? Oké, laten we voor het idee wel even roll again doen. We hebben Inspiration. Inspiration houdt in dat als jij een roleplay goed hebt gedaan... Ja, eerder in de game. Ja, dus stel je voor, mijn personage die heeft als achtergrond heeft die folk hero. Ja. Een folk hero is er voor de mens. Die wil mensen in nood helpen. Dus stel je voor, je redt je iemand Je hebt niemand uit de brand geholpen. Dan krijg je een soort van vinkje van, hey... Inspiratie, je hebt het goed gedaan. Je hebt je rol vervuld als folk hero. En dan krijg je dus een plus 1 inspiratie. Hoe lang duurt die? Dat zijn er gewoon 1. Telt gewoon op. Het zijn er 4 maximaal. Ja. Dus, en als, dan heb je dus eigenlijk een soort van backup rol. Of in dit geval gaan we dat nog een keer doen. Zelfde bonus, zelfde difficulty class. Let's fucking go. Ja, 18! Hey. Plus 2 charisma, plus 3 en een plus 4 van de guidance. Wat het maximaal is op een D4 natuurlijk. Dus we hebben het makkelijk gehaald met 27. Nou, makkelijk. 21 is echt heel... Ik heb nog nooit zo'n hoge fucking check hoeven doen, denk ik. Maar dat is dus fijn dat als je de goede combinatie van alle dingen die we in dit item en het vorige item hebben uitgelegd, dat je dan inderdaad makkelijk boven de 30 uit kan komen wanneer je dat een beetje handig aanpakt. Ja, stel je voor, jij gooit dus een... Bij 20 is het altijd succes. Oh, kijk, zij geeft ons upfront payment. 275. Ja, dat is niet verkeerd. Een leuk likje geld. Ja. Kan ik meteen ook eventueel even gauw laten zien... Traderitis. Wat de Traderitis. Kijk, zij hebben ook wel echt wel, volgens mij, wel wat nice shit. Oh nee, niet meer. The Cat's Grace. Kan je me uitleggen? Nee, dat doen we wel off-camera. Ja, kan je me uitleggen? Ja, hoe ik mijn fucking shit zwart verf. Want die pakjes zijn... Ik loop echt met de idiootste shit rond, omdat de specs daarvan zo goed zijn. Oké. Okay. Ik loop letterlijk, ik ben een githyanki en ik heb een gewei op mijn hoofd aan. Het slaat helemaal nergens op. Maar dus daarom wil ik alles gewoon zwart doen. Oké. Wij kopen even de black and white. Hè? Is er black? Black and white die. Ja, ik wil de Harlequin. Full black. Ja, er is full black volgens mij. Ja, dan moet je Vertel even net mazzel hebben. Ja, weet ik niet. Je moet het of net tegenkomen of iemand heeft. Want bij mij hebben ze bijvoorbeeld andere kleuren dan de white. Ik heb white en scarlet nog niet gezien. Ik heb de black and white nog niet gezien. Niet hier, want ik heb het idee dat...
in de game, zijn dingen random? Of vind je de, ja en die nee. ene mees altijd in dat kistje? Kijk, en... toen ik hier kwam in mijn eigen game, ja? was ik hier al level 6, misschien zelfs level 7. Ja, dan krijg je sowieso dan andere... Zij had lijpere spullen op dat moment. Ja, ja oké. Maar goed, laten we meteen even kijken. 3000? Jezus. Ja, je hebt nog wel mad monies. Hoe dat werkt, dan weten jullie dat ook meteen. Dit is veel te diep hoor. Dit is echt voor een playthrough nummer 4 hadden we dit eigenlijk kunnen doen. Ja, beter, maakt niet uit. Combine. Je gaat dus naar de kleur. Dan ga je combine. Je trekt je kleren erbij. Ja. Dus je combineert de ja, dye zwart met wit. De kleding. Combine. En patspoem. Nou, wil ik als Larian eenmaal toelaat om je uiterlijk ook aan te passen, waar ze mee bezig zijn schijnbaar. Ik wil eigenlijk toch een black Dragonborn. Black en copper hebben dezelfde bonus. Oké, cool. Ja. Behalve dat de gekleurde, ja, dat is dan weer meer een beetje deep lore ding. Gekleurde draken die zijn vaak evil en de metallic draken zijn vaak goed. Oké. Dus dit is eigenlijk een goed. Je dragon is ook super groot trouwens. Het is een harde papi. Ja, kijk, er is net een klein buffje hier. De guidance is weer weg. Uitgewerkt. Inderdaad. Dat zag je net in het streepje. Maar goed, we hebben nu een gesprek gehad. Laten we een stukje anders... exploren. Ja, kijk, ik weet dat zij... Oh ja, zij heeft alleen een tas. Dus dat is niet, dat is geen kist. Nee, misschien ligt er een kist hier verderop. Je kan een gelimiteerd stuk van je party afkijken. Dus je kan een ja, stukje... Ja, dus ik kan nu max hier... Kijk, 100 meter hier bloed, of iets dus rond. Kijk, ligt wel een kist in de dinges. Ja. Dus kist... Oh. Medium toughness. Dan gaan we gelijk even naar battle. Level 6? Oké, dit is... 42 plus 20 armor. Jesus. Oké. Nog één! Okay, dit maar ga je niet redden. Het ding is... Ja, dan we gaan het proberen. Ja. Dus let's fucking go. In sommige battles ben je echt anderhalf uur mee bezig. Hè? Dus dat... Ja, de vraag is een beetje... Kunnen wij iets hier zo snel doen... waardoor wij al van tevoren kunnen... We kunnen nu namelijk een beetje plannen. Ja, dat is heel slim als je rondkijkt. Hè. Altijd inderdaad, je kan nu je party opsplitsen en op een beetje omheen lopen. En heel veel dingen plannen. Je kan kijken, liggen er dingen in de omgeving die je kan gebruiken? Soms kan je, weet ik veel, vallen triggeren. Of ligt er een steen dat je om kan duwen? Of iets van het plafond dat je af kan schieten? Dus ren er niet blind in. Kijk eventjes. Ja. Ik mis daarin ook een paar dingen hoor. Lure bijvoorbeeld. Ja, je kan luren. Ja. Je kan namelijk als druid kan je in een kat veranderen. Kan hij miauwen en dan komen mensen naartoe. Fair, ja. Dus dat werkt wel. Kijk, één ding wat ik bijvoorbeeld wil doen... Want ik heb het idee dat dit zijn undead creatures. Ja. Je kan ze examinen trouwens. Undead is die inderdaad. Ja. Nou, je hebt wel een paaltje mee. Ik ben een cleric. Oh, een cleric. Een cleric is natuurlijk een strijder van God. Ja. Van een god. Die heeft als channel divinity functie... Ik zal meteen even vanaf, dit opgaan. Ja, precies. Vanaf leveltje 3 of 4. Kijk, zie je dit? Gewoon het standaardscherm. Dan kan het nogal veel zijn. Ja. Maar waar je eigenlijk rekening mee moet houden is... Je hebt acties. Dit is je hele lijst van acties. Hele spels in dit geval. Over het algemeen. Maar ook dingen als, weet ik veel, springen of... Ja, elke ronde heb je een bonusactie. Ja. Dus je kan iemand een duw geven. Je kan je wapen dippen ergens in. Je kan een sprongetje doen. Overigens gebruik je sprong vaak. Want daardoor kan je vaak net iets meer lopen in één combat ronde. Dan heeft... De cleric in dit specifieke geval Channel Divinity. En die worden, dat staat hier ook al, gerecharged on a short rest. Nou, hier staan de short rest en de long rest. Long rest ga je echt slapen een nacht. Short rest is eigenlijk alsof je een uurtje pauze houdt. Ja. En dan heb je vervolgens, want we zijn nu op level 5. We hebben 4 level 1 spelslots. Dat wil zeggen, je kan 4 keer een level 1 spel gebruiken voordat het leeg is. Voordat je dat niet meer kan gebruiken. 3 van level 2 en 2 van level 3. Kijk, en op een gegeven moment krijg je ook level 4, level 5 spells. Dan wordt het alleen maar lijper. Maar deze bijvoorbeeld, Spirit Guardians. Nearby enemies take 3 tot 24. Dat is namelijk 3d8. Radiant damage per turn. En their movement speed is halved. Ja, leuk. Maar je kan ook Raise Undead doen. Ja, behalve dat... Of ze zijn nog niet dood. Nee, en ik weet ook niet of zij het... Ik kan ook even kijken of zij nog bepaalde zwaktes hebben. Kijk, zij hebben... Oh, ze hadden net een resistance. Volgens mij was dat omdat die andere guy in de buurt stond. Dan zie je hier. Hij heeft slashing resistance, piercing en bludgeoning resistance. Dus wat je eigenlijk wil doen is alleen maar magic damage. En dus geen poison damage, want dat is nullified. Check altijd even een enemy als je zeker wil zijn van... Doe ik de juiste damage? Sla jij een enemy met... ga jij poison damage lopen doen op deze motherfuckers?
Maakt niet uit, ze zijn al dood. 0-0-0-0. Sommige mensen zijn, sommige characters zijn ook bijvoorbeeld zo atletisch dat je bijvoorbeeld melee, weet je, zwaard attacks heel vaak missen. Dus dan weet je van, oké, crap, ik heb fucking, hier moet ik magic op gebruiken. Channel Oath, Vow of Enmity. Gain advantage on attack rolls against an enemy. Ja, maar dat is, oh, dat is 10 keer. Ja. You are an ally deals an additional 2 radiant damage and can daze enemies for one turn. We zijn dus nu zelf, jij bent even de paladin class aan het studeren. Ja, het ding is, ik moet natuurlijk wel ook een beetje goed geprept dit gevecht in komen. Ik kan ze hun bijvoorbeeld benen. Ja, dat doe ik altijd met mijn bard. Dan, up to 3 creatures receive a min 1d4 penalty to attack rolls. Oftewel, je maakt het voor hun moeilijker om een te raken. Attack rolls raken. Ja, en verder is de paladin vooral je matties een beetje buffen en heel vaak smijten. Smite is gewoon, oké, ik voeg damage toe aan mijn beuk, waardoor gewoon meer damage toe. En in dit geval kan die ook als bonus image, dus laat hij de bonus actions zien? Ja, want die zijn er een stuk actions. Meer bijvoorbeeld net dan bij Shadowheart, omdat deze heeft gewoon een andere... Ja. Zit anders in elkaar. Deze potions gelden ook als een bonus action om die te gebruiken. Als je een potion zou willen gooien, is dat wel een action. Ja. Dat is meteen een goede tip. Als je potions... even kijken, waar staan we? Nou, dan moet ik het vanuit je inventory doen, denk ik. Een potion gooien. Kijk, dan zie je hier al op de grond zie je een klein cirkeltje ontstaan. Hier worden zij nu allebei geraakt door een health potion. Ja. Oftewel, zij worden allebei geheeld. Ja. Dat is dus meteen een tip. Een health potion gooien, dat telt hetzelfde als dat ze hem allebei zouden drinken. Dus gooi lekker je health potions op je matties. Ook als ze bijvoorbeeld down liggen in combat, want dan kun je ze daarmee gewoon helpen. Maar je hebt ook healing spells die dat doen. Ja, maar dat kost een spelslot. Ja. En als jij een potion kan gooien, dat is geen spelslot. En op een gegeven moment heb je best wel veel potions, dus waarom ook niet? Ja. Hetzelfde als, hoe heet het, je scrolls, gebruik die gewoon lekker. Ja, laat ze eerst even leren door Gale. Ja, maar laat ze eerst even leren door Gale. Want Gale, de wizard, die kan, kan ze opschrijven en dan kan hij ze. Dus dan, want één scroll is single use. Ja. Dus als Gale ze geleerd heeft, gaat ze het doen. Want ze zijn powerful. Ik kan meteen bijvoorbeeld nu zeggen van... Hey, ik deze invisibility scroll. Ik cast hem op mezelf. En vervolgens kan ik zeggen, ik sleep hem even los van de party. Je ziet het, deze drie zijn nu bij elkaar. Deze is in zijn eentje. Ik ga hier staan. Tenzij hij see invisibility heeft, dan heb ik een probleem. Dat zou zomaar kunnen. Oh, er wordt eventjes hier iets gedaan. Ook. Oh, hier zijn traps. Ja, smart. Dus dan lopen we even met een boog omheen. En je ziet het, ik ben nu... Maar je moet, als hij nu tegen je aanloopt? Als het goed is, geen probleem. Nee, dus precies. Ik kan nu deze hem gewoon even hier staan. Positioneren. Ja. De rest komt straks aangelopen en heeft mogelijk een probleem. Want ja, die gasten gaan meteen combat in natuurlijk. Dat zijn gewoon kwaadaardige wezens. Ja. Ik zou nog kunnen zeggen met Asterion, ik ga even in sneak. Ja. Je kan op C drukken, je kan ook even kijken waar staat het hier ergens. Ja, toggle group, dat is een hele groep. Sneak, hier hiden inderdaad, dat is het. Maar als je op C drukt, dan sneak je ook. Dan zie je meteen de line of sight van de enemies. Heel handig. Heel handig en nodig in het geval van een rogue. Dus als wij hier bijvoorbeeld kunnen komen... Hey, ben je toch gezien, hè, door iemand? Ik ben toch gezien. Oké. Dus zitten we nu met één iemand in battle? Dat is gelijk... Dat is meteen aan, dat snap je wel, ja. Maar was je spel uitgewerkt? Ik denk dat ze me toch gezien hadden op een gegeven moment. Ja, zie je wel. Dat dacht ik al. Maar laten we gewoon wat ik wel gek vind, is dat iedereen er nu bij zit. Alleen Asterion nog niet. Dat is mooi, want dat betekent dus ook dat hij nog steeds hidden is. Kijk... Hidden. We zitten dus al in ronde. Hij nog niet. Dus hij kan doen wat hij wil nu. Ik kan zeggen, ik loop hierheen en ik loop weer terug. Het kost allemaal geen movement. Precies. Normaal gesproken in combat wel. Precies op het randje van visibility. Nu is dat zo. Maar als iemand verplaatst, dan staat hij er vol met zijn bek in de zon. Als ik nu iemand raak, dan sta ik met mijn bek in de zon. Dan zien ze me. Ja, dan sowieso. Nou, tenminste, dat weet ik nog niet zeker. Maar goed. Hij is nu hidden. En dit is een beetje het ding met rogues. Je kan een ranged attack doen. Dan doe je 4 tot 11 damage in dit geval. Je rolt 1d8 en je telt er 3 bij op. Dat staat eronder uitgelegd. Maar de rogue heeft als mooie functie de sneak attack. Maar voor een sneak attack moet je advantage hebben. Ja. Je kan ook deze functie gebruiken als je een ally within 1.5 meter van de target. Dus dat zou betekenen...
Dat je ergens deze achter twee. Moet sneaken? Deze twee. Kijk, hier zie je het al. Deze twee heb ik advantage op. Deze kan ik denk ik net niet makkelijk... Ja, deze kan ik ook zien. Oh, dit is trouwens gewoon een zwaard. Dus we moeten sowieso wel even de range kiezen. Deze ook. In dit geval omdat we in hiding zijn. Je ziet erbij, hiding zorgt voor plusje groen omhoog. Dat houdt in, je hebt advantage. Omdat je hidden bent. De reden dat op dit moment een boog 75% kans heeft om te raken... en een normale... 96 is, omdat ik ook met hem een feat heb. Die kan ik overigens even laten zien met passives. Dan kun je het ook namelijk uitschakelen. De sharpshooter feat. Hetzelfde als met de Great Weapon Master. Min 5 op mijn attack roll, maar 10 damage als ik hem raak. Ja, extra. Ja. Met maar nog steeds als je nu een sneak attack doet met een mes, je loopt dan de actie in, maar je kan hem wel uitvoeren. Ja, ik kan hem wel uit. Nee, volgens mij ben ik dan ook gezien. Volgens mij niet. Volgens mij wel. Laat ik het niet testen, want ik weet het bijna zeker. Ik hou deze dus aan. Je kan hem uitzetten. Als ik nu zou zeggen van... Ik ga schieten. Dan zie je dat hij 94, 91, 94. Ja. Maar ja, wij willen natuurlijk... 75 is nog steeds nice. Dus dan is die 10 damage erbij. Is chill. Ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Wij schieten. Je kan hier nog op kiezen die, van... Wil ik een specifieke pijl? Fire arrow. Of een darkness arrow. Misschien is het niet geheel onverstandig. Ik weet niet of dat kan. Volgens mij is dat een replacement voor je normale attack. Volgens mij niet. Nee? Nee. Je bent nu een brand dingetje. Je hebt nog steeds sharpshooter al in. En ik zie wel 75%. Deze gast is groter. Dus dat wordt ja, maar is dit, krijg je hier wel die 10 extra hitpoints ja, bij? Je ziet erbij staan, Sharps doet er al in. Oh ja, onder het ding. Dus ik heb het gevoel dat hij dit wel aan kan, deze twee gasten dichtbij. Ja? Okay. Ja, laat het gewoon. Wat zeg je, deze of die? Nou, die ene is in één keer dood. Ik probeer altijd zo snel mogelijk mensen van de kaart te doen. Want sommigen hebben weinig hitpoints, maar ze delen alsnog vaak harde klappen uit. Ja. Dus ik probeer altijd zoveel mogelijk... snel mensen weg te spelen. En dan de heavy hitters toch wel over 30, te houden. 30. Deze, dit wordt... ja, dat moet je niet spannend. Doen. Dus dan gaan we voor deze. Ja, ik zou die pakken. Gaan we. Bam. Miss. Double miss. Hond. Hufte. Ja, maar waarom dan? Want hoe kan hij nou double missen? Weet je, dat is de... Omdat hij ook area of effect damage doet. Maar dat miste dus ook. Dus dat is heel interessant, maar dat is jammer maar helaas. Ja, dat heb ik dus heel vaak. En dan zit ik mezelf wel even op te eten, want nu heb ik zoiets van, maar hoe dan? Kijk, ja, je moet even naar voren. Met haar? Nee, ik kan niet verder lopen, want ik had al gelopen. Dus ja, dat is ook weer interessant. Ja, dan gewoon een flinke fucking spel op iemands bek. Ja, of ik misschien... Ja, we kunnen hem niet blessen. We kunnen hem wel blessen. Dat is handig. Je wil de hele groep in één keer blessen. Doe dat het volgende rondje. Als je ietsje naar voren bent gelopen. Ja, behalve dat daar weer bij komt kijken. Van, dan kan ik niet zeggen van... Hey, ik doe mijn Spirit Guardians. Waarbij ik rond kan lopen. Waarom niet? Omdat dat concentration is. Concentration houdt in. Ja, 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 ja. Daar heb je maar één tegelijk actief van. Ja. En die blijven 10 rondes vaak doorgaan. Dus daarom heb je een concentratie nodig om hem te behouden voor iedereen. Het is wel zo dat elke keer als jij gedamaged wordt... dan wordt eigenlijk je concentratie getest... Ja. Dan wordt het op de achtergrond gerold. Staat er saved, dan is hij nog steeds actief. Ook staat de concentration broken, is die spel niet meer. Ook iets, de saving throws heb je daarvoor nodig. Naast dus je attack rolls en je damage rolls heb je ook saving throws. En die zijn dus eigenlijk inderdaad daarvoor heel belangrijk. Ook die, sommige wapens of feats, spekken die. Maar wat is in dit opzicht het belangrijkste? Gaan wij zorgen dat de vijand ons moeilijker raakt? Gaan wij de vijand makkelijker raken? Of gaan wij rondlopen als een damage dealende, hopelijk tank? Dat zou ik doen, behalve je kan niet meer lopen. Nee, ik kan in dit geval niet meer lopen. Hoe lang duurt de tank? Tank is hem? 10 rondes. Ja, dat is je concentration. Ik zou natuurlijk wel makkelijker raakbaar ben, omdat ik er tussendoor aan het wandelen ben. Ja, ik zou zorgen dat jouw party harder is, maar dat wel als je de hele party hebt en niet maar één. Ja, dus ik ga er straks tussen staan, maar en voor nu knal ik vuur. Even een typische Yui guiding bolt. Juist hem. Oh. Toch wel. Godverdomme, nummer 2. Niet genoeg. Nee, het is frustrerend. Volgende. De game. Nou, deze meneer is aan de beurt. Nu wil je iets dat soort van een of andere grote explosie op jezelf is, als dat kan. Ja, ik vraag me af of die een soort van... Burning Hands? Ja, maar of die... Thunder Wave? You or bonus... Dit is een bonus action in ieder geval. Abjure enemy. Frighten an enemy. They will easier to hit and cannot move. Tja, ze staan voor je neus.
Je wil gewoon een explosion. Undead have disadvantage on this saving throw. Dus als ik dit doe, ja. Als ik iemand wil frightenen, dan kan het beste deze gast zijn, want die is sterk. En deze en die andere gast die hier om het hoekje staat. Ja. Ja, dan zeg je me wat. It cannot attack other creatures. Wrathful Smite. Divine Smite. Ja, weet je, een Divine Smite is gewoon... Het is gewoon een Divine Smite. Pushes your target 3 meters away and possibly knocks it prone. Dat is voor in dit geval wel goed. En ik denk ook namelijk dat het een area dingetje is. Nee, dat niet. Ah, dit helaas. Is niet één dingetje. Heb je niet een area dingetje? Ik zocht net ook al een area dingetje. Het Scorching Ray spells hebben nadeel op dichtbij. Dus ja. dat wil je ook niet. Ja, ik heb mijn Acid Breath en waarmee ik ze allebei raak. Zijn ze niet Acid Resistant? Volgens mij niet. En is dat veel? Niet per se veel. Nee, daarom. Dus dat is ook kut. 2 tot 12. Ja, dat is fucked. Fuck weinig. Dus dan nu gewoon een beetje harde damage eentje dealen. Beuken dan dat we de twee, twee half raken. Ja. En we gingen voor de Thunderous Smite. Ja. Je kan hier ook kiezen. Er zijn spells die upcast kunnen worden. Dat houdt in, op level 1 doet hij 6 tot 21 damage, omdat er dan 2d6 thunder wordt toegevoegd. En op level 2, in dit geval... Niet zoveel. Nee, er staat ook bij upcasting. Oh, ja. Casting the spell doesn't grant any additional benefits. Dus er zijn dus ook heel veel spells die dat wel hebben en dan meer damage doen. Maar dat, toevallig in dit niet, helaas. Niet. Nee, maar niet, hè? Ja. Hij is in ieder geval verplaatst. Dat ja. wel. Hij ligt nu op de grond. En? Dus hij heeft wat advantage. Ik mag een extra attack doen. Ja, waarom? Omdat je iets, door iets in ieder geval. Dus dat is altijd top. Mm-hmm. En dan inderdaad gewoon... Gaan we gewoon meteen damage. Beuken ja, met de volgende... Weten, zeker weten. Divine Smite. Boom. Boom. 18. Lekker. Oh, 17. Ik zie dat ik iets fout heb gedaan. Wat dan? Ik heb toch die bijl niet geëquipped. Nee, dat is een... dat is een fout van fout. Ja, dat is, ja, maar ja, dat heb je gewoon vaak. Ik had laatste keer mezelf een fucking disadvantage geblurred. Omdat ik dacht dat het een area of effect ding was. Dus ja, maar toen heb ik... Weet je moet heel vaak op jezelf klikken om te accorderen. Ik zie je het echt? Ja, en dan klik je op jezelf. Ik zie nu wel iets wat ik ga doen. Ze zijn nu allemaal bij haar. Ja, nu ja. moet ik wel die Spirit Guardians doen. Waardoor ze allemaal gedamaged worden. Straks. Ja, of je doet iets waarom ze allemaal de disadvantage hebben. Beentje. Ja, maar het is toch wel lekker als je dan... Even, ja, hier wil je nu gewoon één grote brandbom opfleppen of wat dan ook. Heb je wel eens een tonnetje mee? Op dit moment volgens mij niet. Nee, jammer. Kijk, ja, ik had ze net geëquipped, maar er ging iets fout waardoor ik ze moest opnieuw moeten doen. Ja. Ja. Nee, ja, nee. Ik zou misschien straks als je eventjes straks als buiten ik combat bent of even niet gestalkt wordt, dat je dan eventjes een nieuwe bijl kan equippen. Zal ik hem maar vast in ieder geval klaarleggen? Ja. Ik weet niet... Nee, dat kan inderdaad niet. Niet buiten je beurt om. Nee. Ja, so be it. Lazelle is een fighter. Die kan dus op dit moment ook extra moves. Ja, je hebt bijvoorbeeld, weet ik veel, ze kan misschien iets doen waardoor de anderen geen wapens meer hebben. Ik heb een paar verschillende moves. Ik heb de Goading Attack, dan zorg ik dat die enemy alleen mij kan aanvallen. Wat niet een slecht idee is, als niet, in dit geval. Een beetje verspreiden van de battlefield. Ja. Tenminste, ik kan best even deze kijken. Dat is voor ranged en die heb je voor zowel ranged als voor melee. Dat is inderdaad dat. Pushing attack, dan kan ik iemand duwen. Ja, dat heb je net ook gedaan. Dat doet niet heel veel, tenzij je iemand van een berg afduwt of wat dan ook. Ja, een trip attack vind ik toch altijd wel erg lekker. Want als een enemy prone ligt, dan heb je dus voordeel op de aanval. Zoals daar in het midden. En inderdaad, en als je daar dan met Asterion bovenop duikt, dan heb je echt een fucking dat dus. Dus als ik, deze weet te trippen... Ja, dat gaat wel lukken. Juist hem. Dan heeft Asterion... Die heeft sterker nog, hij heeft het niet nodig, want hij is al dood. Oh, nou dan pak je die daarachter. Maar laten we die trippetap op deze motherfucker proberen. Want als het lukt, ik ga er niet en vanuit. En niet die daarachter? Op deze? Ja, nee, op deze. Fuck, nee, deze 50. Is al... Ja, nee, deze nee, ik bedoelde inderdaad daarvoor bedoeld. Maar inderdaad, 50-50. Pak, ja, pak hem. Juist. Boom! Kijk, die gaat zo meteen... Die gaat leien. Die dat gaat leien. Gaan we meteen extra surge? Gaan we meteen extra surge? Misschien, hoeveel aanvallen, weet het, heeft ik heb helaas nog twee superiority dice en ik heb nog dus twee aanvallen als ik weer action search.
Je staat niet in de buurt. Hè? Ik zou het pas doen als je in de buurt staat zometeen. Of je moet inderdaad die andere ook... Hoe lang zijn ze prone? Eén beurt? Ja, om op te staan uit prone, dan kost het een halve movement. Dus dat scheelt in ieder geval al beweging. Ja. En Asterion kan even huishouden. Nou ja, maar die kan het maar één keer in principe. Misschien twee keer. Dus ik zou, het heeft niet zin om nog iemand te pronen. Maar wel goden. Dat ze op haar gaan wanneer ze moeten. Want dan hebben ze dus een nadeel. Ja. Oké, ik ga in ieder geval gewoon action surgen. Oftewel, eens per short rest kun je dus nog eigenlijk je hele actie opnieuw doen. Ja. Behalve je bonusactie niet. Het is alleen je actie zelf. Goading attack dan maar. Ja, of is het misschien handig om erbij te gaan staan? Oh nee, ik heb niet genoeg melee. Dat is kut. Je range is niet... dat is jammer, want dat doet vaak veel meer damage... omdat je een fighter bent met een lijp zwaard en wat dan ook. Maar... Laat ik dan maar gewoon een goading attack op hem doen. Oeh, dat is wel heel laag. Dat is wel een beetje jammer. Ja, deze misschien. Dan die. Ja, die goaded. Hij is in ieder geval goaded, dus hij gaat op haar. Ja. En zij kan nog wel redelijk wat hebben op dit punt. En de cleric op zich ook nog wel Shadowheart. Dus nu is het tijd voor... het is helaas niet de tijd voor Asterion. Dat is jammer. Wel. Denk je dat ik die mine kan gooien? Tuurlijk. Op die mine? Restraint. Ja, ik zou eigenlijk een kist op iemand willen flikkeren. Nou, je kan zo meteen wel de kar in Ik kan in ieder geval nog een stukje bewegen. Ja, dat is vet. Je wilt de kist zo meteen ik wil op iemand een kist gooien. Op iemand gooien. Ja, dat is leuk. En zal ik deze gewoon op hem normaal schieten? Dat kale aanval? Kale aanval. En niet op die... Hoeveel... Hij is toch gedaan. Ik heb het nog gedaan. Kak in de wei. Kijk, we hebben nu voordeel hierop. Nee. Je moet wel even weighted pakken. Weighted attack. Je doet nu een normale attack. Dat is heel goed dat je dat zegt inderdaad. Ik doe nu een normale attack. Ja, maar dit was dus tot en met hoeveel, wat dan ook. Ja, want hier, dit is veel meer fucking damage. Ja, 8 tot 28 en versus die andere is 5 tot 10. En hoeveel, kijk, deze heeft 42, hij heeft veel. Dus die moeten we echt inderdaad... Ja, en hij, omdat hij prone is, hebben we voordeel. En dit voordeel moet je hebben als je een sneak attack wil doen. Ja. Als ik bij hem zou zeggen... Er zijn heel veel vormen van voordeel. Hè? Je hebt inderdaad nu hij ligt, of je bent blind... of je hebt iemand gewoon disadvantage, of je hebt hem gebeend. Er zijn heel veel manieren. Hidden. Ja. Hidden sound system. Zullen we gewoon beuken? Ja, zeker. Deze gaat hem echt krijgen. Helemaal 8. Dat is echt fucking weinig. Knakertje weinig. Hoe krijg je dat voor elkaar dan? Ik heb wel... Ik vind het een beetje spijtig eigenlijk. Ja, het is jammer. Maar het is wat het is. Je kan nog naar die andere, hè? Een bonus attack doen op die andere. Waar je ook nog advantage op hebt. Die ligt, ja. Maar die kan dus die... Ja, een offhand attack. Ja, maar dat is nog steeds met advantage volgens mij. Ja, dat wel. Toch? En die andere? Hoeveel heeft die andere nog? Sneak attack heb je alleen... Nee, snap ik. Hoeveel heeft die andere nog? Kijk, ik zou die pakken. Met wat geluk. En wat spekjes en wat dan ook. Ja, het ding is wel, als ik haar straks die Spirit Guardians geef. Ja? Nou, oké, ik doe het wel, want dat is tussen de 8 en de 26 of de 24. Dus laat het gewoon. Laat het gewoon doen. Ja, godverdomme, wat is deze, dit voor een fucking deze Janus doet weinig damage op dit moment. Ja, heb je helemaal geen rol. Hij gaat nu opstaan. Oh, ja. Die mist. Dat is een voordeel. Top. Krijgt weer een klap. Oh, 11. Oké, daar gaan we. Dit is maar één goede optie op dit moment. Spirit Guardians. Radiant Damage. Ja, Necrotic. Dat doet niet zoveel. Beetje de Undead Damage. Dus laten we die niet doen. Laten we gewoon lekker Radiant doen. Het is nog steeds kut. Je moet even in het midden gaan staan. Ja, maar kijk, als wij nu gaan lopen. Oké, ik lok een Opportunity Attack uit. Dat zie je met dat rode pijltje. Wat bij beide staat. Behalve dat die ene dat niet gaat kunnen doen. Nee, dat is kut. Maar dat is wat het is. Zij gaat geraakt worden. Sterker nog. Haar concentration is broken. Godverdomme, wat een kutgevecht. Dit was wel echt een flink nadeel wat we hier onszelf hebben opgelegd. Ja, en dan moeten er een paar even zo snel mogelijk dood. Oeps, dit is wel een beetje jammer. Ja, soms dan gaat het zo, hè? Oké, we gaan er eentje... Nu zijn we stil. Ja, dat is heel kut. Mark a creature, deal an additional 1 tot 6 piercing damage als we raken. Hier heb je niet zo heel veel aan. We kunnen ook zeggen... We doen gain advantage on attack rolls against the enemy. Ik heb het idee dat deze guy veel damage doet. Dus dat ik eigenlijk dat ik hem wel hierop... Ja. Can't use actions, nauseous. Je bent misselijk. Geldt dat voor mij? Ja, dat denk ik. Je bent... Nee hoor. Geldt voor hem, denk ik. Can't use actions, nauseous. Inderdaad. Ja, en dan je verneukt hem dan wel. Want ik dus ook, hey. Mijn god, paralyzed ook echt. We need more party members! More party members to the forest, please! Dit is wel, spijtig. Hoe wat ga je doen? Gaat springen? Ja, ik dacht misschien kan ik dan uit zijn range komen. Kan je nog iemand hakken met een advantage?
Soms dan heb je denk ik dat je denkt van, oh, maar waarom? Omdat je erachter staat bijvoorbeeld. Heb ik niet een leuk bommetje om te gooien? Zo. Nou, ik zou met hem even wat actie. Ja, maar ja. Wat prikken. Hij deed net ook eens een mokertje bijna. Ja, dat is wel waar. Misschien is dat het. Misschien kan een Rogue niet zo goed met deze Undead. Undead Fire, of Ultimate Fire, altijd wel lekker. Ja, maar... Maar dat is de rest ook, krijg je dan. Dan krijg je ook je cleric in de fik. Ja, maar ik bedoel, deze drie, dan weer net niet. En deze is dan misschien net in range. Kijk eens wie je eventueel advantage op hebt als je een sneak attackje met een mesje doet. Niemand. Ja, weet je dat zeker? Ik test het gewoon wel eens, af en toe. Nee. Must have advantage. Ja, die is niet. Die achter je, dan die blauwe pap. Nee. Nee, oké. Nee, en sterker nog, als ik nu hier weg wil bewegen, dan heb ik in ieder geval, lok ik één attack of opportunity uit. Ja. Wat ik wel kan doen, is gewoon dat op de koop toenemen. Hopen dat dat... En dan ga je in hiding. Behalve dat hidden... En je springt het vuur in dan? Fuck. Ja, ik zal hem zo... Je kan iemand vampieren! En dan heal je. Nou, je bent nog niet zo heel erg fel. Dus je hoeft nog niet te healen. Nee, zullen we proberen om hierheen te bewegen? En dan? En dan hiden en dan schieten. Want dan hebben we weer voordeel. Ja, kijk maar. Ja, kijk, dat is top. Dit is nu die andere nog. En die andere doet niks. We hebben de bonus action hide. Ja. Dat doen we dus. Kijk, nu zijn we hidden, want we zitten niet in een gezichtsveld. En nu kunnen we weer een sneak attack range doen. Ja, ga je die pakken of ga je dan die pakken inderdaad? Met ja, niet range. Als held nog. Hè? Maar je hoeft hem niet te rangen. Je kan hem ook... Nou, dan is hij niet meer hidden, denk ik. Volgens mij komt hij in het gezichtsveld. Dus dat wordt heel lastig. Ja, volgens mij werkt het alleen voor bij het begin van de aanval. Volgens mij is het niet als je tijdens de aanval in het gezichtsveld loopt. Ik wil best je theorie testen. Not enough movement. Nou ja, okay, dat gaan we dus niet kunnen. Dan moet je iemand vellen. Veller heen. Dus er is er wel eentje. Deze is al een beetje... Ja, doe dat. Godverdomme, ja. Dit is echt... Het is een leuk item, man, op deze manier. Ja, maar dat bedoel ik. Hè. Dit was mijn hele... Critical hit! Oh, wacht. Wie op wie? Zij, hè? Wat? Ik weet even niet wat zij precies deed waardoor deze gast dood ging. Nee, maar dat is top. Top nieuws. Maar zoals dit gevecht gaat, was mijn hele early access playthrough. Inderdaad. Gewoon de hele tijd getergd. Twee. Het is niet dat er heel veel damage wordt gedaan door ons. Nee. 3-8. Maar ik moet ook wel zeggen, we hebben een simpel bogey. Waarom? Ja, meneer, ik heb een random ding ingeladen. Jezus, ja, maar random ding. Je hebt toch altijd alle vetste wapens? Je hebt gewoon een hele normale Great Axe. Oh, je neemt Lysel nooit mee. Oh, natuurlijk. Mijn god, hij weet er weer eentje op te callen gewoon hier al. Jezus Christus. Ja, jij had dus ook turn on death. Oh, critical hit natuurlijk, omdat zij paralyzed is op dit moment. Ja, je bent er al twee kwijt. Ben je er twee kwijt? Nou... Er komt er weer eentje terug. Ja, rot op. Zet maar uit. Dit is een onbegonnen strijd. Als je dit nog wint, krijg je een tintje van me. Ja, nou, can target undead, dat is ook nog eens leuk, ja, inderdaad. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Vampirisme heb je ook niks. Ik zou gewoon de handdoek in de ring zetten. Nee, wat gingen we nog meer laten zien? Want we hebben nu laten zien hoe combat niet goed werkt. Dat gebeurt ook wel eens, maar in ieder geval hoe combat werkt. Dat hebben we nu laten zien. Ja. Toch? Ik durf ook even niet te zeggen waar ik de beste dichte kist ga tegenkomen voor je om te openen. Nou, maar daar, net. Nee, daar kan je ook naartoe sneaken natuurlijk. Dichte kist. Ja. Niet, je moet dus altijd scherp zijn met het kiezen van je party. En dus het kiezen van je spullen. Deze gast heeft dan wel dubbel short swords. Maar ook weer niet de sterkste AC en alles. Dus ook heb je hem nooit niet vaak mee. Want ongeacht of het gewoon in een... Nee, precies, dan is dat het. Je hebt andere characters wel vette wapens gegeven en wat dan ook. Jezus Christus, wat een... Critical miss. Ik wil even zien hoe catastrofaal dit afloopt. Want dit is wel ernstig. Gewoon. Ja, 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 nee, hier doe je niks aan. Ik moet wel zeggen, Lysel is nog wel helemaal up and running. Ja, maar dit is niet te doen. 4. Oh. Hij is wel dood. Pommelstrijkie. Ja, pommelstrijd. Nee, ze doet helemaal geen damage, joh. Maar ik bedoel meer van... Ze kan veel. Ja, dat is altijd wel lekker. Make it bleed. Critical kijk, een kritje van 11. Immune to bleeding. dat dan weer wel. Wat doe je tegen undead?
Ja, wat prepare tegen je? Undead ben je het gewoon Turn Undead aan het doen. Dus dat had ik gewoon ook moeten doen met haar. Ja, maar is Turn Undead dat die Undead aan jouw team komt te staan? Of je turnt something undead? Hoe werkt Turn Undead? Nou, misschien lukt het me nog net om een... Oké, laten we gewoon eens deze theorie testen. Welke theorie? Interrupted staat er. Welke theorie? Wat gooi je? Ik wil eigenlijk net even dat ding op haar kunnen gooien. Of Turn Undead hier nu het verschil gaat maken. Ja, maar wat is kan je me uitleggen, wat is Turn Undead? Dan rennen ze voor je weg. Dan zijn ze fucking bang. Oh, zo. Ja. Je turnt ze dus de andere kant op. Ik had zoiets van, maar turn je ze dan... Als je undeads turnt, dan zijn ze dead. Of un. Het is ongelooflijk, maar zij gaan nu mokertje dood natuurlijk. Hoppa! Is ze net neergegaan? Slaughterfest. Nee, ze is nog niet neergegaan. Nu is Lysel weer. Ja, Lysel is weer. Lysel gaat niet zoveel kunnen uithalen op dit moment. Nee, omdat je niet lijpe specs hebt gedaan en een veel te hoog gevecht inging, wat ik al zei het net. Oh, hij is ook echt dood, hè? Wie? Ze hebben hem gewoon echt dood gemaakt. Ja. Oh, nou ja, dat heeft dan ook geen zin meer. Maak me maar af. Schiet me maar lekker. Geef mij maar een touw. Geef mij maar een touw. Wel en weer een kritje. Ja, zij doet het oké. Oké, nog een dood. Maar kunnen we alsjeblieft nu eventjes met Shadowheart even een Turn Undead doen? Want dat had je toch al veel... Waarom heb je dat niet eerder gedaan? Nee, wegwezen. Hey, joh. Ja, nou gaan we gaan. We gaan gewoon met huis houden met Lysel. Lysel is de MVP! Oké. Okay. Nee, dat was mis. Dat is top. Mis, ook mis. Je mis, ja hoor. Leven nog. How the tide of Let's go. Hey, hoe dan, hè? Alsof ze zitten mee te kijken, Larian. Turn on that. Action. We hebben geen action. Hoe dan? Hoezo niet? Oh my god. Potion of Invisibility. Dat vind ik een hele goeie. Oké. Ja, even goed ver weg. Ver weg. Waarom? Oké. Fuck it. We moeten gewoon hier staan. Verder, man. Nee. Wat zei? Okay. Ja, maar ik ben wel met je eens. Ik moet eigenlijk wel healing doen, maar dat hebben we niet. Alles is op, omdat je natuurlijk net onwijs geboept bent. Ja. Dus misschien kan je iemand anders nog... Oké, hij gaat een beuk krijgen. Die mist. Oh, nee, mist niet, maar je kan nu misschien wel eventjes met hem nog een keer die flask gooien. Nou, je hebt trouwens nog best wel veel health. Ik kan ook gewoon iets anders. Ik kan ook gewoon een vuurbom even gooien, gewoon voor de gein. Ja, maar dan pak je misschien... Hij heeft gewoon een goede cantrip. Firebolt is nice, maar dat is maar één iemand. 36% kans. Hier bedoel ik, alles is fucking... Ja, omdat we met hem engaged zijn. Dus als we nou disengage'en... Ja. Dan kan je misschien weer in hiding nu. Nee, dat is sowieso niet, want we hebben al bonus action disengage. Maar misschien is er iemand wel stinky of in een rare advantage of wat dan ook terecht. Check eens, je sneak attack? Nee, niks, niemand. Weet je dat zeker? 100%. Oké. Ik kan ook niet meer sneaken nu, zonder dat ik dan mijn aanval opgeef. Nee, maar het verrast me wel eens de game, dat ik denk van, oh, maar wat gebeurt, waarom kan dit? Niks weer? 6 damage. Nou, Lysel die Shadowheart. Ze zijn in de war. Wie is dat? Oh, dat is de. Zijn in de war. Dat ze is zijn in de war. Je hebt een fucking. Dat is je astral thingamajig. Hit a present. Detect a present. Nee! Ja, dat is kut. Ze is nog. Oké. Deze gast heeft 11. Die heeft ook 11. Die gaan hem wel krijgen. Maar ik zou eerder nu even die op de grond. Oh nee, hij ligt niet meer op de grond. Gewoon die naast je. Want anders krijg je ook weer een opportunity attack. En Shadowheart gaat nu allemaal undeads turnen, toch? Ja, dat is waar. Moet deze van Douw verkopen en dan deze aanvallen? Misschien krijg je hem zelfs wel op de grond. Kan je hem voor Asterion op de grond flappen? Nee, hij is dan niet prone. Nee, dat maar dus heb je iets waarmee die... Nou ja, oké. There we go. Sacred Defiance is in ieder geval weg. Ik weet niet wat het was, maar... Ja, we moeten gewoon beulen. Ja, ik zou die grote beulen. Want die anderen die rennen straks weg volgens jou wat Turn Undead is. Ik heb dat nooit gebruikt. Het is wel, daar heb je wel een punt. We hebben disadvantage, nee, omdat we natuurlijk engaged zijn op dit moment. Ja, we kunnen weglopen in de hoop dat we niet geraakt worden. Laten we het doen. Wat jij wil. Oké, laten we. Waarom zover? Ja, geraakt. Dat maakt niet uit. Dat is niet erg. We zijn in ieder geval disengaged. Nou, 50-50. Let's go. Dat is waarschijnlijk niks. Ja hoor, precies. We hebben nog één. Trip attack. Juist, critical hit. Kritje. Hij saved wel, dus hij is niet gevallen. Dat is een beetje jammer. Ja, want anders hadden we hem Asterion kunnen kijk, dalen. Nu gaat hij natuurlijk weer dat doen. God, is niet erg. Maar dat is niet erg, want we gaan nu... We gaan ze turnen als een motherfucker. We gaan de tide of battle... Ja, maar ze zijn nu weg. Jezus. Ja, nee, nu hier vol in het midden die fucking undead shit doen.
Kijk, ietsje dichterbij. We hebben ze nu al allemaal naar Stinking Cloud. Hè? Ja, dat maakt niet uit. Dan ga je toch langs. Zo. We kunnen niet heel... Dit wordt heel spannend. Dit is het moment. Juist hem. Iedereen. 35%, heel weinig. Maar hopelijk rennen er een paar weg. Oké. Juist hem. We back, baby. Juist hem. Heel jezelf even. Heb je dat? Ik heb een bonusactie om een potion te nemen. Ja, je hebt alleen geen... Ja, maakt niet uit. Ik kan van iemand anders, je kan gewoon van iemand anders pakken. Oh, dat wist ik niet. Dat is goed om te weten. Oké. Juist hem. We leven nog. We zijn er nog. We gaan het toch wel redden. Dat bedoel ik. Heel vaak dan heb ik de moed in de schoenen en soms dan... Oké, we moeten gewoon vol op die grote gaan, want die zijn gewoon te sterk. Nou ja, je hebt nog maar één kleine. Oh, je moet trouwens inderdaad... Die gaan natuurlijk de hele tijd die beesten... Die kleine motherfuckers... Kan je er nu een brandbom opgooien, zodat ze niet meer geresurrect kunnen worden? Ik heb waarschijnlijk... Kan je ze weggooien? Gooi ze weg. Wat ik ook kan doen is hem gewoon terughalen. Nu? Ja, dat zou ik inderdaad wel doen. Een revivify'tje. Ja, behalve dat hij niet per se dingen heeft. Dus wat ik dan wel bijvoorbeeld kan doen is... dit gooien naar hem. Ja. Oké, hij werd niet wakker. Hij is niet geraakt. Nee, een scroll of revivify? Nee, dat nee revivify heeft nu geen zin. Want hij... Oh ja, hij is dood natuurlijk. Wow. Ja, dus revivify had wel gemoeten. Ja, dat zei ik. En dat kost actie. Ja, dit ook. Dus. Hamstring shot. Sure. Ik weet niet. Laten we... Hamstring bij iemand? Scheelt dat? Nee. Ik zou gewoon iets met de meeste kans op iemand. Die andere, die chap daarachter. Moet wel. Moet gewoon. Het moet, mis. Het moet gewoon goed gaan. Mis, tyfus, kak in de wei. Oké, val alsjeblieft. Ja, hij gaat het weer doen. Ja, dat bedoel ik. Dit is echt tergend. Toch, in dit geval moet je dus de grote paps eerst doen. Dat weten jullie nu. Altijd de reviving puppies killen. Oké, die undead waren net geturnd. We hebben nog een level 3 over. Ja, maar die heeft net niet heel veel gedaan. Die heeft je één keer gered. Misschien een beentje, inderdaad. Beentje? Ja. Ja, beentje. Bestow curse. Disadvantage checks, blablabla. Dit is wel allemaal concentration, hè. En ik kan nu gewoon zeggen, als ik deze activeer, dan heb ik mogelijk veel damage. Doe het maar. Ietsje dichterbij? Ietsje meer naar rechts? Spirit gun is radiant, inderdaad. Nee, dat maakt niet uit. Ik kan erheen lopen. Nou, dat is er weer één. Ik ga hem wel even een duif verkopen. Athletics veel. Godverdomme. Ligt hij ook weer niet voor Astarion. Hé, wie is dat? Hij gaat weer eentje. Er is er weer een. Maar als die beweegt, dan... Oké. Hoeveel health resurrecten ze? Waarom heb ik geen... Oh, omdat ik nauseous ben. Maar ja, we moeten op die gasten. Ja. Blijft die nauseous? Eén hele ronde. Jezus Christus. Het is niet niks. Oké, dan maar bonus action. Hoppa, critical hit. Oké. We zijn er nog. Kijk, zie je? Als zij binnenlopen, nu is het klaar met ze. Zij worden op 11 HP worden ze binnengeroepen. Dus best veel. Laten we gewoon echt vol op die guys gaan. Ja. Ik ga toch even een klein sprongetje doen. En dan... Niks. Waarom heb ik geen action? Oh, omdat zij ook nauseous is. Serieus? Ja, ze stinken, die beesten. Oh, mijn lord. Ja, blijf maar dat doen en dan op... meteen weer weg. Hoppa, gewoon weg. Dat is goed. Dat was een goede move. Oké. Van wie? Dat zij die cirkel heeft nu. Ja. We moeten kijken of we iets hebben wat geen concentration is. Genoeg. Maar wat doet het? Als in is het lijp? Charm person. Deze. Ja, die weet het is sowieso. Dat is een person. Dat is geen person. Precies. Een guiding boltje. Zijn dit monstrosities? Undead? Nee, het is gewoon undead. Het zijn undead. Het zijn geen monstrosities. Waarom is alles steeds... Oh ja, omdat ik natuurlijk in melee range zit. En nauseous ben en dat soort shit. Dus we moeten eigenlijk gewoon slaan. Heel simpel. Ja. Het is niet anders. Ja, maar het mist de hele tijd. Hier. Doet er geen tyfus. We douwen. En we velen. Ja. Again. 41, hij staat meteen weer in die cirkel. Dat is dus goed. Oké. Maar we hebben besloten dat we op deze gast gaan. Want als hij heeft nog maar 11 HP. Oké, dat is top. Ja, oké, hij heeft nog maar 2, 3. 3 HP. Ja. Dat is goed. Thanks, Astarion. Oké,
Maar zal, zal ik hem reviven? Tuurlijk. En vervolgens nog een je tweede pijl. Je wilde toch die kist gooien, hè? Dus, ik wilde die kist gooien. Wat doe je nou? Ik heb hem geheeld. Oh ja, maar waarom was dat zo scheef? Throw. Of is hij te zwaar? Het zou kunnen zijn dat hij zwaar is. Nee, je bent er gewoon niet in de buurt, toch? Nee, maar ja, bonusactie heeft hij nog wel. Misty stepje. Wie? Laat ik even haar een beetje heal over. Ja. Want zij heeft wel. Zij kan het ook wel gebruiken. Oké. Okay. Hij moet nu gewoon zorgen. Ja, bam! Opportunity attack. Hij is weg. Juist. Die hebben we er nog maar twee. Oké, okay, als één? Ik. Nu moet ik eigenlijk zorgen dat ik bij hem in range loop, want dan zit hij in die cirkel. Nou, je moet. Ja, dat is fijn. Ja. Maar nu ben je wel buiten de cirkel gelopen. Niet terug. Nu kunnen de rest weer opstaan zonder dat ze doodgaan. Dus ik zou teruglopen naar. Dat die andere, als hij ze undead weer resurrect. Oh. Dat ja, hij dan... ik snap wat je bedoelt. Dus ik moet eigenlijk hier gaan staan. Juist hem, ja. En nu en gewoon meer gebeuken uitdelen. Of gewoon weer inderdaad... Concussive smash. Ja, toch weer iets dat je misschien kan, om kan duwen. Of dat hij advantage... Kan je hem advantage, disadvantage geven? Ik kan hem niet per se disadvantage geven, want ik heb benen. Geen been. Nee, maar dat is ook geen precies. Disadvantage. Dus dat... ik zou hem eigenlijk willen duwen... En dan hopen dat ik de volgende ronde gewoon een mokerharde Guiding Bolt level 2 heb. Ja, ja nee, duw hem. Maar dan kan of ik kan nu gewoon even zeggen, ik heal iemand. Ja, misschien heal Astarion. Ik sta dichtbij genoeg, dus... Ja. Kijk, aardig. Dan kunnen we nu even niks meer, behalve hem duwen. Laten we dat gewoon doen. Maar. Ja, altijd duwen. Juist. Oké, dat is goed. Gunstig. Ligt hij dan op de grond? Nee. Ja, hij ligt niet op de grond. Maar... Is dat nooit zo? Zijn ze nooit prone als je ze duwt? Wel, toch? Soms dan liggen ze ook wel eens. We hebben met onze papi weer niet full health. We hebben één health, helaas. Maar health jezelf met een bonus action. Ja, moeten we even... Ja, anders ben je zo weer weg. Even kijken. Ja, ik ben het met je eens. Dan gaat het misschien nog een hele ronde duren, maar... we hebben niet een greater healing. Nee. Dus we moeten dit maar gewoon drinken. Ja. En ik denk dat we misschien wel... Hier, nog een helft. Ja, Cure Wounds op jezelf dan. Ja. Maar we hebben ook Leon Handspool. Kan het op jezelf? Ja. Leon Hands... Greater Healing. Ja. Gewoon op onszelf. Gewoon bats, boom. Ik leg mijn handen op jezelf. Juist. En je bent healing. Terug, baby. Nou zijn we aan, bitches. Kijk, hij komt er binnen. Hij doet al meteen 14 damage. En hij denkt, hey, jij moet wakker worden. Maar wij zeggen, oh nee, hij doet het op hem. Ja, dat zei ik toch al. Op die grote. Dat zei ik al, op die grote, ja. Godverdomme, man. Ja, het mag niet uit. Daarom, er moest meer area of effect moet er in die fucking shit zitten. Wat ga je nou weer doen? Ik ga weglopen. Waarom zo ver? Ik wil hoe heet het hebben? Niet zo ver. Ik wil buiten hun range. Ja, dat snap ik, maar anders kan je ook niet meer terug. Ja, precies daar. En dan hiden. Hib hem. Of kijk of je mesje. Nee, mesje heeft geen zin. Hoezo niet? Ja, ik zweer Let's het je. Let's go, man. Juist hem. Dood. Dede. Ja, gewoon beuken? Gaan we gewoon beuken? Ik zou iets met de meeste damage pakken. Want dan kunnen we main eindelijk... Main hand, 5-16. Leuke let's play, hè, dames en heren. Heren, ja, vooral. 5-16. Let's go. Let's go. 4. Nog een keer aanvallen. 3. 3. Maakt niet uit. We zijn hierna zo goed als aan de beurt. Hij is nog steeds turned dead. Waar is hij nou weer? Hij was geturned. Bam, hij is dood. Okay, is hij okay, dood? Okay, waarom okay. is hij dood? Alleen die gast. Moet alleen die gast. Waarom is hij dood? Huh? Omdat hij in die cirkel staat en hij was aan de beurt. Wat dus een goede attack die, dan is dat. Dan krijgt hij die damage meteen. Ik vind Shadowheart echt nice. Je kan hem upcasten als je haar AC, dus haar armor class heel hoog hebt. Ja. Dan kun je als een soort van wandelende damage tank rondlopen daar. En dan doe je gewoon fucking veel damage. Oké, nice. Die gast is er. We kunnen Guiding Bolt of we kunnen erheen lopen. Ja, wat jij wil. Nou ja, ik moet zeggen, de damage het lijkt meer te komen vanuit de magie in deze geval. En niet vanuit de melee shit. Let's go, man. Valve en met die. Kijk. 18. Oké, okay, okay. Nog maar 15 over. Onze paladijn heeft Misty Step als een van zijn items. Achter hem. Dus we gaan even... En dan gaan we hem smijten op zijn moeder, jongen. Dat had je ook gewoon van een afstandje kunnen doen, toch? Even kijken. Upcasten van deze deals additional 1/8 radiant damage. Ja, dus doe dat maar.
Die gaat dood, die gaat dood. Mis. Met voordeel, hè? Met advantage? Met advantage. Nog een keer. He, jezus. Dat heb je knap gedaan. We waren zwaar in het nadeel. En hier heb je, dat is het graal, hier heb je ja, qua XP wat aan. Maar voor de rest, ze hebben waarschijnlijk helemaal niks bij zich. Jezus. Ik moet zeggen, dit is wel ook een gemiddelde D&D fight. Een beetje zo van een beetje dal kruipen. Ja. En, ja. Kijk, en hier leuke spullen nu. Dat willen we meenemen. Maar kijk even of zij hebben de Undead nog iets in hun repertoire. Nee, nooit, volgens mij, hebben alleen die Death Shepherds hebben hier uw Great Swords of zo, dacht ik. Nou ja, dan heb je misschien iets voor Great Sword. Ja, Great Sword had gekund. Dat ziet er wel mooi. Het is een leuke armor. Het is een vet armertje. Ja, het is weliswaar gewoon een normale, niet. Je kan niet dingen combinen daarin, want je kan niet je armor perks geven of niet naar perks, een andere. Kleuren geven, maar niet. Ja, oké, precies. Je kan niet want je hebt gewoon normaal geen kleurtje. Je kent de kleurtjes vanuit elke andere game. Je kan niet daarmee inderdaad gewoon. Nee. Je kan niet items enchanten. Nee. Vind ik jammer. Nee, vind ik logisch. Anders maak je jezelf heel sterk. Nou, we laten vooral niet aangaan naar het spoilerterrein. Oké. Ja, nog een kistje. We hebben nu Combat laten zien. Ja. In dit geval eigenlijk ook Exploration, want we kwamen iets in the middle of Fucktown tegen. En it almost whooped our ass. Ja, ik durf niet met zekerheid te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk genoeg kistjes voorbij zien komen in de review. Wat eigenlijk hetzelfde geval is als met een conversatie. Je praat met iemand en het is een skillcheck die gebeurt op de voorgrond. En hetzelfde gebeurt inderdaad met dingen. Dus een kistje hoeft niet, maar we hebben exploration laten zien. We hebben praten laten zien. En hier zeker hoe extensive en hoe ingewikkeld battles kunnen zijn. Nog één ding. Bijvoorbeeld deze cable car wheel. Dat wordt op de achtergrond een check gedaan. Dus wij gaan nu zeggen van hey. Oh nee, wacht, dat is wel op de voorgrond in dit geval. Ik loop nu in mijn eentje. Volgens mij had ik ook niet met de groep. Nee. Dus ik moet het van mijn eigen kracht hebben. Dat heb ik gewoon. Er is dus niks aan de hand. 20, unnatural 20. Doen we niks, niet moeilijk over. Ja, en dan weet ik dus een lift. Een kabelkarretje deze kant op te krijgen. Maar goed, even kijken. Ja, hey, kist. Oh. En die is? Hij is open. Niet locked. Ja, hij is niet locked. Daar gaan helaas. We. Maar we kunnen wel kijken wat erin zit. Ja. Spannend, dames en heren. Maar dit is dus exploration. We hebben gepraat, we hebben ability checks gedaan en we hebben gecombat. Dus ik denk dat dit een prima deeltje 2 was. Wat wel langer duurde dan dat we dachten. Ja. Uiteraard. Ja, wat mij vooral om gaat is dat je in ieder geval ziet hoe zit het met sneak attack. Want je moet gewoon kijken wat zijn de lines of sight. Heb ik advantage of niet? Hoe krijg je advantage? Dat is veel gevallen door iemand prone te krijgen. Of te blijden. Of zelf de heiden. Dus het is dit advantage van iemand anders. Of advantage van jezelf. Precies. Daarnaast, hoe zit het met de spelslots die je onderin scherm ziet. En ook dus de verschillende acties die klassenspecifiek zijn. Je kan ze, je ziet het daaronder trouwens ook. Hè? Common, dus dat kan iedereen. Cleric, alleen jouw class. Items zijn gewoon je potions, wat dan ook. Passives, dat zijn gewoon dingen die je niet per se kan kiezen. Want dat is in dit geval bijvoorbeeld bij Asterion. Kan ik als passive kan ik uitzetten dat hij aan of uitzetten. Ja, fair inderdaad. En custom, dat is wel makkelijk. Want op een gegeven moment, vanaf een level of 5 of zo, heb je met sommige classes echt lijsten waar je doorheen moet scrollen. Je kan hem ook omhoog doen. Dan maak je plus even een minnetje. Dan maak je even een combat lijstje aan, inderdaad. Doe je wat jezelf. Ja, of ja, precies die, dat. Dus je kan nu het omhoog doen. En je kan dan denken van oké, ik gebruik eigenlijk alleen maar deze 6 of wat dan ook. Dan zet je die erin. Groepen en ungroepen kan ook makkelijk. Dan bestuur je ze gewoon allemaal los van elkaar. Dan zie je ook van ik spring van deze terug naar die. En als deze heel erg anders staat staan. Dan is dat op dat manier het geval. Als je op tab drukt, dan krijg je dus alle characters te zien. Kan je ook nog eens zeggen van ik wil het indelen of ik wil een character sheets bekijken. Ja, kijken wat ze kunnen. Scores. Kijk, hieronder heb je dus heel veel features, heel veel dingetjes. Omdat je verder in het proces bent, zijn er allemaal hele kleine verschilletjes waarop de cleric vandaan verandert. Of anders is dan die van mij, omdat ik andere wapens heb equipped of andere keuzes heb gemaakt. Hier kun je dus ook zien van oké, waar ben ik proficient mee qua armor? Ja. Dus in mijn geval van oké, ik heb heavy armor. Wie is er proficient met heavy armor? Niemand. Alleen Noxus, dat is mijn personage. Heavy armor en shield. Dus dat hebben we net gekozen inderdaad. Ja. Maar normaal ben je dat niet. Er zijn heel weinig characters zijn bij default zijn voor heavy armor. Heavy armor gebruik je ook niet zo snel tenzij je echt tankrol gaat. Ja. Je moet niet denken zoals bij een Skyrim van ik draag heavy armor want ik word ik niet gedragen. Ja. Dan krijg je dus minnetjes. Ik kan het heel veel gauw laten zien. Asterion is alleen
met light armor proficient. Ja. Dus als wij dan naar inventory gaan en we geven hem mijn armor. Hij draagt nu heavy armor. Dan staat er not proficient. Medium staat er. Waarom zit het niet in belt? Not proficient with medium armor. En dan krijg je dus ook niet je dexterity bonus erbij. Omdat hij in dit geval wel... wat is het? Deze is uit zichzelf al 15. En ik denk dat hij ergens anders ook... Waarom zie je het niet? Omdat ik deze heb uitstaan. Joh. Ja, dat kan je gewoon doen. Waarom is het nu ineens een vrouw? Nee, het is een mannetje. Ik kan zelfs nu nog zeggen van hide helmet. Wat heb je dan gedaan net? Zijn avondkleiding kan je aandoen inderdaad. Ja. Dat hij in zijn avondkleiding loopt, ja. Maar kijk, ik heb ook nog geen heavy armor bij me hier, dus dat is een beetje... Nee, maar dan krijg je minnetjes logischerwijs, als je er niet mee grappig kan. Net zoals als je wel, hier is de AC letterlijk omhoog gaat, dus dat is een beetje raar dat ik het nu... Omdat het een medium armor was en het toevallig wel lukte waarschijnlijk. Ook niet proficient mee, maar minder ernstig dan dat de heavy armor is waarschijnlijk. Dus. Ja, want dit is een prima scoretje. 19, bam. Ja, nog beter. Beter. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Ik denk dat we, ik weet niet, dit kijk je op zaterdag, als het goed is. We hebben dit gisteren opgenomen als je dit kijkt. We gaan natuurlijk morgenavond beginnen wij te streamen vanaf GameKings Summer Camp. En ik kan je vertellen, omdat de shit ons zo bezighoudt, dat Baldur's Gate ook wel in een let's playtje of twee of drie in de komende 48 uur of 72 uur daarna langs gaat komen, denk ik. Hij heeft nog steeds AC-15. Make it heeft hij AC-15, ja. Omdat hij hoge deks heeft natuurlijk. Hoge deks, kleine L. Harde deks. Ja, nou dat. Leuk. Ik ben benieuwd heeft ja, of hij er wat aan hebt. Ja, hij is een lul. Het is een stereo. Lulletje. Hij is een lul. Ja, lulletje. Zie je, kijk. Ja. Heel klein vampierpikkie. Gespierd lulletjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat je er wat aan had vooral, want het is nog Ik denk dat het vooral vermakelijk was. Ik denk dat het nog steeds net zo chaotisch is. Ietsje minder chaotisch dan als je er niks had uitgezocht. Het was een lijpe comeback story vandaag, dus ja. Dat heb je in ieder geval. Dus mazzel!